Hi, welkom terug. Ik ben benieuwd of je het stappenplan voor talent aan je verbinden, of je dat al in actie hebt kunnen zetten. We zijn een stukje verder. Wij zijn altijd bezig om te zorgen dat werkgeluk toeneemt en eigenlijk stress afneemt. We gebruiken als middel daarvoor talentontwikkeling. Waarom? Mensen die op hun talent werken zijn simpelweg gewoon gelukkiger. Die doen iets waar ze goed in zijn, ze doen iets waar ze zin in hebben en waar ze zingeving aan ondervinden. Waar de ander ook vindt dat ze goed in zijn, maar vooral ze worden er heel blij van als ze doet. En dat wil zeggen, pertinent verlies je dan gewoon geen energie, dus dat is supergoed. In Nederland is dat ook belangrijk. Stress neemt toe, de werkdruk neemt toe. We zijn geneigd om heel erg te reageren op snelheid, dingen die belangrijk en urgent zijn en dingen die niet belangrijk en urgent zijn. En daar heel veel tijd in te steken. Terwijl het leven draait maar om drie vragen. Ben je geweest wie je wilde zijn? Heb je voldoende lief gehad en gehouden van? En heb je gedaan waar jij voor bent gemaakt? Dat zijn de drie levensvragen voor elke mens. Aan het einde van je leven, dat is waar een mens naar zal kijken. Als professional is het dus heel erg belangrijk om je talent dus te vinden. En wat ik wil beschrijven is een route, een praktijkcase die we onlangs hebben meegemaakt bij een bedrijf, bij een organisatie, waarin ze met talentontwikkeling aan de gang waren. En wat wel leuk te vertellen is, die organisatie was een ambtelijke organisatie. Gebeurde heel veel in dat vakgebied, er waren heel veel veranderingen zichtbaar. De missie en visie van de organisatie was nog niet helemaal duidelijk. En we hadden in eerste instantie hebben we ze geholpen om een beetje een duidelijke lijn te krijgen in de visie en strategie. We hebben ook met hen gepraat over hun visie op talentontwikkeling. En talentontwikkeling kan op heel veel verschillende manieren. Je kan zeggen van we ontwikkelen het unieke talent en maken een talentpool waar dat exceptionele talent ontwikkeld wordt. Het kan ook zijn dat je zegt van we richten ons meer functiegericht op competenties, dat we de competenties en daarin de talent ontwikkelen. Het kan ook zijn dat je het meer holistisch bekijkt. Dat je zegt van hey, die mens die hier komt werken is niet alleen een werkende mens, maar die heeft ook een gezin en een familie thuis. En wij willen eigenlijk dat hij zijn algemene talent gaat ontwikkelen. En iedereen heeft een talent en iedereen mag ook zijn talent ontwikkelen. En daar gaan we een programma voor maken. Nou, toen we binnenkwamen hadden we in eerste instantie dus de visie, missie en strategie wat meer aligned gebracht. En we hadden met hun nagedacht over talentontwikkeling. En vervolgens hebben we een slim show gegeven. Dat was onze talentontwikkelingsshow. Om gewoon eens de aandacht van iedereen op een inspirerende manier op talentontwikkeling te leggen. Nou, en in die show zat muziek, hè, om mensen wat meer te raken. Dat werd ook live gebracht, was ontzettend leuk om te doen. Maar we hadden ook heel veel interactieve oefeningen van mensen om hun talent te ontdekken en ook de talenten met elkaar te gaan delen. Want ons credo is dat het moment dat mensen weten wat hun talent is, ze worden daar meer bewust van en je zorgt dat ze de gesprekken met elkaar erover aangaan, dan is eigenlijk het vervolgstapje is eigenlijk dat mensen daarop gecoacht zouden kunnen worden. Nou, en om dat mogelijk te maken, hadden we een vervolgstap ingebracht. Dus we hadden de Slim Show. En toen hebben we in tweede instantie hebben we een heel aantal mensen, in totaal 70 mensen hebben we een VIP-profilering laten doen, waarin ze een profilering op interessegebied, een profilering op vaardigheden en waarden, een profilering op hun persoonlijke voorkeur qua persoonlijkheid, MBTI gebruiken we daarvoor, en VIP-cycle, hoe ze hun leven inrichten en hoe ze op basis daarvan ook omgaan met hun omgeving. Dus met klanten, relaties, hun familie en hoe ze zichzelf daarin manifesteren. Daardoor had die groep van 70, die wist in eerste instantie, nou wat is talent en hoe kunnen we dat activeren? Ze waren ook geïnspireerd ervoor. Door dat VIP24-gesprek hebben ze zelf in zich gekregen en we hebben best wel wat mensen aan tafel gehad die emotioneel werden, want ze kwamen erachter dat ze of niet datgene waar ze werkelijk voor gemaakt waren, of ze waren al te lang dingen aan het uitstellen, of ze waren blij, daar kwam ook voor. En dat zorgde in ieder geval voor een status quo. We konden in het team zien van dit zijn de profielen die in het team allemaal aanwezig zijn. Dit is wat mensen qua zelfinzicht eruit hebben gedaan. Het vervolgstapje daarna was dat de manager van de afdeling, die is toen in gesprek gegaan met de medewerkers. En die heeft op basis daarvan een planninggesprek voor het komend jaar gehouden. Daar zat ook hun P&O-afdeling zat erbij. Om te inventariseren, wat kunnen we jou nou gaan bieden aan ontwikkelmogelijkheden? Nou, er zat van alles in, jobrotatie, coaching, peer-to-peer coaching, opleidingen, trainingen, workshops, masterclasses, boeken die beschikbaar werden gesteld, etc. En vervolgens zijn ze in gang gegaan met die ontwikkeling. Daar hebben ze toen ingezet. En ze hadden een mooie coachingstructuur opgezet, waarbij ze vier keer in het jaar
echt intensief met de talenten een gesprek hadden over hoe het met ze ging en welke ontwikkelingen ze doormaakten en wat het effect ervan was geweest, et cetera. We zijn nu een jaar verder en wat je ziet is dat de hele groep in beweging is gegaan en dat de hele groep ook echt zelfinzicht heeft en ook actief stappen maakt om zichzelf te ontwikkelen. Nou, en dat is prachtig, want daar gunnen we natuurlijk iedereen. Nou, deze case die beschrijft een beetje van hoe we dat aanpakken, maar ook wat het effect ervan is en hoe blij mensen dus eigenlijk van talentontwikkeling kunnen worden. Als je dat nou interessant vindt, dan raad ik je zeker aan als contact met ons op te nemen, want we kunnen je twee dingen dan bieden. We hebben enerzijds die fantastische tool VIP 24, die zelf inzicht geeft aan de werkende professional over waar zijn natuurlijke voorkeuren liggen en welk ontwikkelpad hij daarmee kan maken. En in tweede instantie hebben wij ook een hele gave visie op talentontwikkeling. Wij kunnen een talentontwikkelingstraject van A tot Z inkleden, waardoor uiteindelijk je de juiste mensen op de juiste plek krijgt, waardoor mensen gelukkiger worden in het werk wat ze doen en waarbij ze ook de juiste ontwikkeling doormaken voor de organisatie. En als organisatie betekent dat dat je gelukkige medewerkers krijgt die betere resultaten opleveren in een betere samenwerking. Dus hey, waar let je? Ik zou zeggen, zoek contact met ons en we helpen je graag tot een persoonlijk contact. Groetjes van Wout.